programma Roddelpraat heeft gisteren op zeer expliciete wijze aangetoond dat Charlie Luske, 43, buiten zijn vrouw Tanya Jess, 55, om ook andere verleidingen opzoekt. De zanger heeft een 20-jarig meisje min of meer uitgenodigd om af te spreken in een hotel en haar met een Uber op te laten halen. Deze dame heeft alles doorgespeeld aan Roddelpraat. Tanya is flink over de zeik dat alles nu op straat ligt. Gisteren werd op verschrikkelijke wijze een privéaangelegenheid die mijn man en mij betreft door een bepaald nieuwskanaal gebracht. Ik wilde daar eigenlijk niet op ingaan omdat ik ze geen enkele extra view gun, maar omdat andere media hier nu ook mee aan de haal gaan, moet ik er voor mijn gevoel toch iets mee. Ze vervolgt over dit nieuwskanaal, zou ik het in de toekomst overigens nog wel eens willen hebben. Ik was nog niet zo bekend met dit fenomeen, maar omdat ik wist dat ons verhaal gisteren gebracht zou worden, heb ik voor het eerst gekeken en ik ben me rot geschrokken. Deze mensen deinzen werkelijk nergens voor terug. De toon en werkwijze van Roddelpraat is walgelijk, vindt Tanya. Maken zich schaamteloos schuldig aan misogynie, racisme, seksisme, ageism, etc. Ze lijken zichzelf helemaal opgegeven te hebben en vullen hun zakken over, lijken, via de diepste donkere grochten van hun ziel. Ze vervolgt, zelfs de jonge vrouw die hen van de privéberichten tussen haar en Charlie had voorzien, werd schaamteloos en op racistische wijze gewas. Ik zou iedereen willen vragen ook haar met rust te laten. En een ieder die overweegt dit soort kanalen van content te voorzien, wees gewaarschuwd. Tanya bekent vervolgens dat Charlie een probleem heeft. Neemt niet weg dat Charlie problematisch gedrag laat zien. Dat er sprake is van een hardnekkige behoefte aan bevestiging, waardoor hij bepaalde verleidingen niet kan weerstaan en die soms zelfs opzoekt. Dit is een problematiek waar hij al langer mee worstelt. Wij zijn al ruim 21 jaar samen, dus ik ben op de hoogte van Charlie's extreem onveilige jeugd en ken zijn demonen en issues. Ook hebben we al langere tijd hulp om hier als individuen, in de relatie maar ook betreffende ons gezin mee te dealen. Dat is een moeilijk en langdurig traject waarin je keer op keer opnieuw moet bekijken waar je staat en hoe je verder gaat. Hoe nu verder? Als je van iemand houdt, laat je die niet zomaar vallen, ook of juist niet als die beschadigd en of ziek is. Wij hebben een geschiedenis en twee prachtige kinderen samen, dus wij blijven sowieso in verbinding, maar ik moet ook mijn grenzen bewaken en goed voor mezelf zorgen. Kortom, het is een zoektocht waar wij nog niet helemaal uit zijn en die wij graag binnen de privacy van ons gezin willen afleggen. Wellicht zal ik hier in de toekomst meer over delen, maar voor nu hoop ik dat onze wens gerespecteerd wordt.